Hey, ik koop eigenlijk bijna nooit tweedehands kleding of überhaupt bijna nooit designer kleding. Als het gaat om designer kleding, dan vind ik het vaak gewoon veel te duur. Tassen van een paar honderd euro, mij niet gezien. Maar ook tweedehands kleding heb ik wel eens gekocht, maar koop ik gewoon niet zo heel vaak. Ik zie vaak door de bomen het bos niet meer als ik in een vintage winkel ben. Vaak is er toch niet zo heel erg veel wat me aanspreekt. En überhaupt hou ik al niet van real life winkels, dus winkels buiten het internet. Dus eigenlijk is dat nooit echt een goede match geweest. Maar, jongens en meisjes, dit is multitasken. En in multitasken doe ik dingen eventjes wat anders dan hoe ik ze normaal doe. Dus we gaan het vandaag anders doen. En dat ga ik doen in samenwerking met United Wardrobe. Ik ben Teske en dit is multitasken. Een paar jaar geleden ontdekte ik United Wardrobe en heb ik een blogpost ook al erover geplaatst op mijn blog. En sinds ik de webshop ontdekte, heb ik er hier en daar wat blousjes gekocht. Eigenlijk vooral bij één verkoper. Ik vond haar heel tof, maar het kwam niet zo heel veel verder dan dat. Ik merkte toch dat ik uit gewenning eerder weer naar een andere webshop ging en dat ik niet gefocust was op het kopen van tweedehands kleding. Dat is jammer, want ik ben best wel iemand die ook bezig is met milieu. En tweedehands kleding is nou eenmaal veel duurzamer dan kleding die je gewoon nieuw in de winkel koopt. Als je tweedehands kleding koopt, dan ben je in principe een soort van aan het recyclen. En dan ben je aan het dragen wat iemand anders misschien zou weggooien. Toen ik naar de Wardrobe dus vroeg voor deze samenwerking, dacht ik oké, ik ga gewoon echt nu kijken wat ik allemaal kan scoren. En ik ben erin gedoken en op zoek gegaan naar items waar ik zo enthousiast over ben. En die ga ik vandaag met jullie delen. Deels gewoon om te laten zien als een gezellige shoplog wat ik heb geshopt, maar ook deels om te laten zien hoeveel geld ik heb bespaard en hoe je zelf ook aan de slag kan gaan met het verkopen of kopen van tweedehands kleding. Maar wat is United Wardrobe precies? Dat moet ik misschien eerst even uitleggen. Het is dus een platform waarop je tweedehands kleding kunt kopen en verkopen. Je hoeft niet door een stoffige winkel te lopen of zoals ik in paniek te raken omdat je door de bomen het bos niet meer ziet. Het is een website en ze hebben een handige app. Dit is de app en zoals je ziet heb je allerlei categorieën, dus je kan heel overzichtelijk te werk gaan. Mocht ik nou bijvoorbeeld op zoek zijn naar een mooie spijkerjas, dan vind ik in deze categorie alleen maar spijkerjassen. Ik heb van United Wardrobe 500 euro shoptegoed gekregen en ik heb een grove schatting gemaakt. Ik weet het natuurlijk niet helemaal zeker, maar naar verwachting heb ik ongeveer tussen de 300 en 400 euro daarmee ook nog bespaard. Dus de dingen die ik nu in totaal voor ongeveer 500 euro heb gekocht, daar zou ik normaal bij elkaar waarschijnlijk tussen de 800 en 900 euro voor betaald hebben. En dat is echt super sick. Goed, ik ga jullie laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Laat ik maar beginnen met het shirt wat ik aan heb. Dit is namelijk ook een van mijn favorieten. Dit is een shirt met een eenhoorn erop en een regenboog. Het is een heel schattig shirt. Ik vind hem zo leuk. Ook gewoon mede door de gekleurde kraag. Hij past nu super goed bij mijn haar. Mijn haar dat paars was, maar nu alweer een beetje roze is geworden. Maar ik ga het weer laten bijwerken. Het is gewoon een simpel, lekker shirt. Hij staat heel leuk bij een simpele spijkerbroek. En ik ga even de prijs erbij zoeken voor jullie. Dit shirt kostte 20 euro. Dan hebben we dit. Ik had al zo'n gevoel toen ik dit kocht van oké, volgens mij is dit of echt verschrikkelijk of heel cool op een soort van gekke manier. In ieder geval voor iemand met mijn stijl. Als je nou heel sporty bent of zo, dan is dit waarschijnlijk gewoon top voor jou. Maar ik heb dit gekocht. En in eerste instantie denk je misschien, wow, dit is wel een beetje een heftig shirt. Dit is een baseball shirt van Adidas. Deze kocht ik voor 40 euro. Maar wat dus het toffe is dat als ik deze in mijn broek stop, dat het zo vet staat. En dat ik er echt heel erg dol op ben. En dat het een beetje boyishes en daar hou ik gewoon heel erg van. Als je hem uit je broek laat, misschien vind je dat ook leuk. Ik vind dat persoonlijk bij mezelf niet zo tof staan. Maar als ik hem erin stop, dan vind ik het opeens echt zo'n hele gekke, extreem hipsterachtige outfit waar ik dol op ben. En hij schijnt wel een beetje door. Oh ja, hier zie je het. Het is een gek ding wat ik nooit in de winkel gekocht zou hebben. Dus deze. Dan weer een compleet ander steltje. Ik had deze in mijn kledingkast liggen en ik heb denk ik een beetje geknoeid met een badbom van Lush. Dus er zitten een beetje poederachtige vlekjes op, maar let daar even niet op. Dit is een blouseje en dit blouseje heb ik dus bij een van mijn favoriete verkopers gekocht, bij Hazal. Ik zal je nu even haar pagina laten zien. Tijdens een van mijn favoriete verkopers, omdat ze eigenlijk altijd hele toffe items heeft. Ik heb nog nooit iets bij haar gekocht waar ik teleurgesteld over was. Ze plaatst van alles ook de aanfoto's erbij, dat is heel erg lekker. En het zijn gewoon bijna altijd hele mooie blouses waar ik veel plezier van heb. Deze heb ik toevallig ook nog aangetrokken bij mijn clipshoot voor Venus. Het is een hele mooie blouse. Ik denk dat je het vanaf hier, vanaf zo ver af niet echt goed ziet.
Maar er zitten allemaal streepjes in. Zie je het hier zo? Er zitten allemaal kleine streepjes in. En dat zorgt dat het een heel cool patroontje heeft. Best wel een wijd blouseje. Vaak de dingen die zij verkoopt, die zijn maat L ongeveer. Maar dat vind ik juist dus wel heel erg tof in deze stijl. Omdat ik hem dan toch een beetje in mijn broek stop of in een rokje. En dan kan het ook mooi plooien. Zo zie je hem van ver af. Het is een hele mooie blauwe blouse. En dit is dus zo'n vintage blouse waarvan je geen idee hebt waar die vandaan komt. En dat vind ik dan ook wel weer leuk. Dat je een kledingstuk hebt wat waarschijnlijk gewoon niemand in je omgeving ook gaat hebben. Deze kocht ik voor €15,50. Dan een kledingstuk wat echt al heel snel een van mijn grootste favorieten ooit is geworden. Ik heb deze ook al super veel gedragen voordat ik deze video op ging nemen. En voor de rest heb ik bijna nog niks aangeraakt. Maar ik moest en zou deze al naar buiten dragen. Dit is een broek van Cheap Monday. Even netjes dichtritsen. Dit soort broeken, ik heb hier altijd een beetje een ding mee gehad. Dat ik ze zag hangen in de winkel en dat ik dacht, wow, vet. Maar dat ik ze gewoon op een of andere manier niet durfde te kopen. En kom ik nog altijd weer terug bij, ja, hele simpele spijkerbroeken, zwart of blauw. Maar ik ben dus heel erg fan van deze look. Deze soort van wash. Cheap Monday vind ik een heel erg tof merk. En het was wel een beetje een gok, een broek kopen online. En dan ook nog eens een tweedehands broek. Maar het is een van mijn favoriete aankopen van de laatste tijd. Ik betaalde er €14 voor deze broek. En hij is zo mooi. En hij zit echt als gegoten. Ik trok hem aan en het was gewoon perfect. En dit is maat 28-29. Ze noemen hem de High Spray Master Eyes. En ik vind deze knoop super vet. Want daar staat zo het logo op, dat hoofdje. En dit is gewoon een van mijn favoriete nieuwe broeken. Ik kan niks anders zeggen dan dat ik er heel blij mee ben. Dan een shirt. Hiervan weet ik nog niet helemaal, zeg maar, hoe ik hem moet gaan dragen. Maar ik weet wel dat ik hem heel tof vind. Dit is een shirt van het merk Paul & Joe. Ik kende dit merk niet, maar dit is dus blijkbaar best wel een pittig duur merk. Toen ik ernaar ging zoeken, waren het allemaal best wel hele prijzige items. En ik heb hem gekocht voor €25. Dit shirt. En het is een shirt met paarden erop. En ik had het helemaal niet door toen ik hem zag op de foto. Maar het is echt hele lekkere zachte stof. En van binnen, het lijkt bijna een soort van badstof eigenlijk van binnen. En van buiten is hij dus ook heel stevig. Hij is vrij groot. Maar weer hetzelfde idee van als ik het in mijn broek stop, dan plooit het echt heel mooi. Ik heb nog nooit, zeg maar, een shirt gekocht met paarden erop. En deze kleuren vind ik ook wel experimenteel. Maar ik had wel gelijk zoiets van, oké, dit is echt heel cool. En dit vond ik ook leuk om soort van aan te tonen dat je dus echt dingen voor een veel betere prijs kan krijgen. En soms zijn het dan dingen die al uit de collectie zijn. Of soms zijn het dingen die al gedragen zijn door iemand anders. Als het nog in een goede staat is en je hebt dan wel zo'n tof item, dan vind ik dat wel echt heel erg cool. Ik heb een jas. Deze was weer iets prijziger, maar ik snap nu waarom nu ik hem heb. Want hij is echt fantastisch. Hij is echt van hele mooie kwaliteit. Hij kostte €65, dus dat is alsnog voor een jas is dat gewoon prima. Het is een bruin jack. Heel mooi. Hij voelt ook best wel zwaar. En ik vind hem super stoer. Dus het is een beetje een boyish jack eigenlijk. Een beetje jongensachtig. Zeker oversized. Ik weet niet wat formaat het is. 52 is de maat. Holy. Ik heb überhaupt nog nooit een maat 52 gezien in mijn leven. In ieder geval is die best wel groot voor mij. Ik heb normaal ongeveer maat M. Maar hij is heel, heel, heel mooi. Misschien een beetje aan de warme kant. Aangezien het nu wat warmer aan het worden is. Maar ik ben er zo dol op. Ik denk dat zelfs ook merk deze heel goed zou kunnen dragen. Er zitten binnenzakken in. Daar word ik erg blij van. Want dat heb je niet zo heel vaak bij vrouwenjassen. Ja, ik kan hem zo niet zo goed laten zien. Maar je hebt hem gezien dat ik hem aan heb. En hij is gewoon heel mooi. Ik kan niks anders zeggen. Hij is gewoon echt heel mooi. Dan heb ik ook nog wel iets anders heel leuks. Namelijk een pin. Dit soort dingetjes worden ook verkocht. En ik heb geen idee of deze zelf gemaakt worden. Of dat ze gewoon in een of andere geweldige winkel dit soort shit tegenkomen. Maar deze pin kocht ik voor €4,95. En dit is er eentje met twee kleine buttons. En die kan je dus vastmaken aan een blouseje of wat dan ook. Dus als je dan bijvoorbeeld zo het kraagje hebt van een blouseje, dan kan je ze zo eraan spelden. En dit is een planeetje en een bliksemschichtje. Echt super leuk samen. Dus als dit mijn blouseje zou zijn, dan zouden ze zo hier hangen. En dit is niet een soort van uitzondering. Je vindt echt meer van dit soort toffe dingetjes op de site. Ik heb ook een paar schoenen. Het gaat maar door, jongens. Ik heb zoveel. Ik heb een paar schoenen. En hier, ik heb ze nog niet aangehad, want ik wilde ze graag zo schoon mogelijk in mijn shoplog laten zien. Maar na deze shoplog ga ik ze dragen. Ik ben hier zo gelukkig mee.
En misschien verklaar je me echt voor gek, want het zijn best wel hele heftige schoenen. Ze zijn van Puma. Ik had ze nog nooit gezien, maar ik zag ze. En ik dacht, ja, deze zijn gewoon een soort van op mijn lijf geschreven. Ze passen ook echt perfect bij nu mijn haar en dit shirt. Het wordt een beetje een overdreven kleurige regenboogbende. Maar so be it. Dit zijn Puma schoenen, volgens mij van 2 jaar geleden uit een limited edition line die Solange Knowles heeft georganiseerd. Yo, mijn hersenen, die zij heeft ontworpen. En ze zijn met een disc. Dat is een soort van gekke lijn van Puma, dat je dus niet hoeft te strikken. Maar dat je een disc hebt die je aandraait en dan je schoenen strakker gaan. En ik heb ze een tijdje terug al op mijn Instagram story laten zien. Dit zijn ze. En ze zijn zo heavy. Maar ik vind ze zo leuk. En ik vind het vooral heel erg leuk omdat ik jarenlang vooral heel veel zwart heb gedragen. En niet zo snel kleurtjes droeg. En nu ben ik echt helemaal into de kleurtjes. Kijk hoe freaking vet deze zijn. En ik heb deze nu gekocht voor €73. En toen ze net uitkwamen waren ze volgens mij rond $120. Maar deze zijn dus super limited edition. Ze zijn nooit in Nederland uitgebracht. Een grote kans dat ik een van de weinigen ben in Nederland überhaupt die met deze rond gaat lopen. Dus dat vind ik wel heel leuk. Ze zijn dus in een soort van regenboogthema. Hier bovenop zit de disc. Als ik hier dus aan draai, gaat die schoen strakker. Dus als ik mijn voet erin doe, dan draai ik dit aan. En dan zit hij gewoon vast. Ik ben hier echt heel gelukkig mee. En ik had nooit deze schoenen ontdekt. En ik had hier never nooit aan gedacht als ik niet ze toevallig tegen was gekomen. Dus dat is wel heel cool. Oké, even inventariseren. Ik heb nog 1, 2, 3, 4 dingen. Laat ik maar verder gaan met dit blouseje. Dit was eigenlijk het eerste wat ik kocht van deze shopsessie. Een soort van polo-achtig blouseje. Nee, het is geen eens een blouse eigenlijk. Ik kocht deze voor €20. En ik vond vooral de print heel erg cool. Zoals je ziet, de kleuren vind ik ook heel vet. Maar het is dus best wel een gek ding. Want het is sowieso ook vintage. Komt niet echt ergens vandaan. Maar het heeft wel zo'n polo kraagje. Maar dan gewoon lange mouwen. Dus eigenlijk, ja, eigenlijk is het gewoon meer een beetje een soort van polo met lange mouwen. Een polo trui. Bestaat dat? Vanaf nu wel. Het is zo'n paisley printje. Maar ik vind de kleuren vooral best wel bijzonder, zie ik niet zo heel vaak. Het is gewoon echt een heel leuk ding. Dat is wel een soort van mijn conclusie. Dan heb ik nog dit schattige setje. En dit is echt, ik heb het nog niet aangetrokken, dus ik ga het straks voor het eerst zien. Zo'n leuk setje. Het is onwijs schattig. Dit is de top. Er stond bij dat het is van Henk. Ik weet niet zeg maar of dat een merk is of dat zij het zelf maakt. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Er staat wel bij dat het handmade is. Zou best wel kunnen dat die verkoopster het gewoon zelf maakt en verkoopt via United Wardrobe. Maar het is dus die top en dit rokje erbij. Dus het is echt freaky schattig voor de zomer. Ik denk dat dit echt onwijs leuk is. Dit is maat S. Als het handmade is vind ik het des te leuker. Gewoon ook om een soort van kleine partij te steunen. En dat het dus waarschijnlijk niet gedragen gaat worden door veel anderen. En kom op jongens, dit bij elkaar. Dit is toch het schattigste wat je ooit hebt gezien. Dan heb ik nog een paar sokken. En deze zijn trouwens ook handgemaakt. Die maakt de verkoopster ook zelf. Dit is trouwens ook gekocht bij een van mijn favoriete verkoopsters. Ook waar dit shirt vandaan komt. Sokjes met strikjes. En ik weet nog niet helemaal hoe ik dit ga dragen, maar ik denk dat dit best wel leuk kan zijn. Bijvoorbeeld boven een best wel stoere boot uit of zo. Dat er dan net zo'n strikje bovenuit komt. Ook een hele leuke verkoper, Cecile. Ze verkoopt onwijs schattige, hele aparte items die ik, nou ja, echt niet zou weten waar ze ze allemaal vandaan haalt. Soms zijn de dingen ietsje te voor mij, maar er zit ook af en toe iets tussen waarvan ik denk, oh ja, dit kan ik denk ik wel op een beetje subtiele manier combineren. Waarvan deze sokken er één van zijn. En ik vond het gewoon heel leuk. En ik denk dat dit heel cute kan zijn. Oh, dit was trouwens leuk geweest bij mijn optreden in Paradiso boven die boots. Ik had nu andere sokken die er bovenuit kwamen, maar dit was ook echt leuk geweest. Oh, trouwens, dat setje van Henk, dat was €65. Dat is ook weer wat duurder, maar snap ik wel omdat het dus handgemaakt is. Deze sokken waren €9,50. Wederom handgemaakt. Maar nu kom ik bij het laatste. En ik had het in het begin al over designerkleding. Dit is best wel bijzonder voor mij. Want ik heb een designertas gekocht. Van dus het shoptegoed wat ik heb gekregen van United Wardrobe. Ik heb hiermee ongeveer rond de €50 bespaard. Ik kocht deze tas voor €90. En ik ben er heel blij mee. Ondanks dat ik dus helemaal niks heb met designer tassen, kleding, dingen. Merk ik nu ik het in huis heb toch wel wat het doet met je. Dus misschien word ik ooit nog een liefhebber. Het is dus echt niet zo dat je alleen maar designer shit kan krijgen op United Wardrobe. Maar het is er wel een onderdeel van. Je hebt serieus kledingstukken vanaf iets van
8 euro of zo. Misschien nog wel goedkoper. En daar is al heel veel in te vinden. Maar mocht je wat duurder willen gaan, dan kan je dus ook kijken naar de designer dingen. Deze tas is van Kate Spade. En deze kleur heeft echt mijn hart gestolen. Mooi formaatje. Ik heb nooit zo heel veel spullen bij me. Dus als ik deze tas meeneem, dan heb ik al zeg maar voor op een gewone dag redelijk veel bij me. Dit is de binnenkant. Een soort van stippels en schoppen zitten ertussen. En er zitten een paar vakjes ook nog aan de binnenkant. De rits gaat zo soepel. Dat is wel iets anders dan mijn Forever 21 tassen. En hij ruikt heel lekker naar parfum. Dus ik denk dat degene van wie die is geweest altijd heel lekker parfum op had. En ja, ik ben hier eigenlijk gewoon heel happy mee. Ik vond het spannend. Want ik dacht, ja, als ik hem nou niet leuk vind, dan heb ik zo'n designer tas in huis. Maar dan had ik hem altijd zelf weer door kunnen verkopen. Maar ik vind hem heel mooi. En ik ben heel happy. En dit is alles wat ik heb besteld. Wat heel fijn is aan United Wardrobe is dat wanneer je iets hebt gekocht, jij als koper aangeeft of je het product goed hebt ontvangen, of het naar wens is, of je het wil houden. En dan pas krijgt de verkoper krijgt uitbetaald. Dus het is niet zo dat je gescamd kan worden. Dat de verkoper al zijn geld krijgt wat jij hebt overgemaakt, terwijl het product helemaal niet naar wens is. Je krijgt een track and trace code, dus je weet precies waar je pakketje is. En je kan heel makkelijk ook contact hebben met de verkoper. Dus ik heb met bijna iedereen heb ik gewoon berichtjes heen en weer gestuurd om elkaar op de hoogte te houden van of het pakketje al onderweg was en of ik het al had ontvangen. Mijn conclusie van deze shoplog: of je nou duurzaam wil leven of gewoon op je centjes moet letten, United Wardrobe is echt heel erg nice. En dat zeg ik omdat ik hier nu een berg kleding heb liggen waar ik echt heel blij mee ben, stuk voor stuk. Het is leuk überhaupt dat een shop die ik al kende met me wil samenwerken voor een video. Maar waardoor ik het ook heel graag aan jullie wil laten zien is dat je dus ook zelf kleding kan verkopen. Dus als jij kleding hebt liggen waarvan je denkt van ja, ik draag het eigenlijk niet meer, ik zit een beetje krap bij kas, dan kan je dat ook gewoon zelf op de website zetten. Het is zelfs nog zo dat je via de app je product goedkoper kan versturen. Als je dus iets hebt verkocht via de app, dan kan je via Mijn Orders kan je het direct laten frankeren in PostNL. En dat is goedkoper dan naar het postkantoor gaan. Dus mocht je iets verkocht hebben, dan heb je hier het verkochte product. Staat hier nog niet verzonden. Moet je hier even kiezen welke optie. En dan staat hierboven verstuur direct met PostNL. Dan kom je bij de PostNL-site uit. Nou, ik heb even een fake adres ingevuld. Je kan gewoon betalen via iDeal of via creditcard. En als je dat hebt besteld, dan krijg je gewoon een barcode die je uit kan printen. Of je kan printen op de PostNL-locatie. Dan breng je het naar het postkantoor. En dan wordt het verzonden naar bla 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 bla. Oftewel naar degene die jouw pakketje heeft gekocht. Toppie! Anyway, dit was mijn shoplog. Waar ik normaal naar Forever 21 zou gaan, heb ik nu tweedehands geshopt. En ik moet zeggen, het was een hele leuke ervaring. Waarvan ik ook zeker denk dat ik het vaker nog ga doen. Want ik heb alweer wat nieuwe dingen op het oog. Dus als je het leuk zouden vinden om vaker tweedehands shoplogs te zien, let me know. Bedankt voor het kijken. In ieder geval, er staat een link in de beschrijving naar de United Wardrobe app. Ga die zeker even checken en downloaden. Love you. Long time. En tot ziens. Doei.